Ja, dames en heren, ergens in hem schuilt een talent, maar zal het naar boven komen? Dat is de vraag. Mag ik een applaus voor rapper Keizer? Keizer zong de troubadour met rapper Ali B. En zette zich in voor het goede doel met Rappers in de Sneeuw. Deze YouTube-sensatie heeft nog nooit geschiet, maar relax man. Terwijl de rest van de groep fanatiek bezig is met die eerste sprongen, maakt Keizer tijd vrij voor zijn eigen ontspanningsmoment. Als hij eindelijk op de schans is, is hij nog steeds liever lui dan moe. Tot grote irritatie van Hans Power. Du musst üben, nicht sitzen. Zelfs na zijn sprong wordt hij streng in de gaten gehouden door zijn coach. Heise? Yo. You're drinking yesterday? Yes. Ha! Gaat ervan uit dat ik een zuiplap ben, weet je. Dus hij denkt, ik oefen niet. Terwijl Keizer vindt dat hij al genoeg heeft getraind, ziet Hans Paul dit net even anders. Heise? Practice. Yes, I practice. Hey, practice. Maar op het moment dat ik ga plassen of ik ga naar binnen even, dan komt Hans Paul direct. Uben, uben. Je moet uben, uben, uben. Je moet oefenen, oefenen. Hè? Come on. Hoe vaak moet ik nog van dat ding afgaan, weet je? En dan moet ik door blijven gaan. Ondanks alle kritiek springt hij toch soepeltjes van de schans, maar... Gaat dat straks weer zo makkelijk? Oh mijn god, Keizer, koning, keizer, admiraal. Om lachen kunnen we jou allemaal. Master. Huh? Ja toch? Heb je er zin in? Ik heb er altijd zin in, we gaan het gewoon doen toch? Ja, wat staat op jouw petje? Calm the fuck down. Luister Keizer, we vinden het superleuk dat je meedoet. Maar voordat het zover is willen we toch weten van welke schans jij zo direct afspringt. Van de 15, van de 30... of van de 70. Maar als u dat zo direct gewoon ook wilt zien, blijf dan gewoon kijken. Want straks na de break, dan kun je zien... en dan gaan we zien welke schans Keizer gaat overwinnen. Ja, en wie landen er veilig op hun lange latten? En wie vliegen er natuurlijk met gierende banden uit de bocht? Dat ziet u zo na de reclame. Blijf kijken en mis het niet. Tot zo. Ja, dames en heren, welkom terug. En dan zijn we weer met de Vliegende Hollanders. En wat een fantastisch avontuur hier in het gezellige Duitse Hinterzarten. Nou, vanavond vliegen de sterren door de lucht. En allemaal met slechts één doel, de titel Beste Schansspringer van Bekend Nederland. Nou, naast mij Wagels Keizer. En hij staat daar popelen om te gaan springen. Maar welke schans gaat het worden? Keizer, nog één keer. De 15, de 30 of de 70? Ik wil niet te hard van stapel lopen gelijk. Nou, dat geloven we ook niet hoor. Dus ik zou willen zeggen de 30. Maar... Nee, fuck it, ik doe gewoon de 30. Echt waar? Wat gebeurt er in dit programma allemaal? Van de ene verbazing in de andere. Speciaal van Hans Paul. Uben, uben. Stap lekker op de scooter, Keizer. We wensen jou succes. En je bent nu al een keizer. Zet hem op en geniet ervan. Het is niet te geloven, dames en heren. Keizer Rasta in de Alpen. Je maakt het allemaal mee. Ongelooflijk. Op zijn scooter, daar gaat hij. En ik ben heel benieuwd hoe dit zo allemaal afloopt. Want hij heeft er zin in. Ziet er goed uit hoor, Keizer. Lekker strak pakkie. Ja. Hey, ik zie jou beneden zo staan. En het lijkt wel alsof je geen angst kent. Ja, dat is de bedoeling. Is dat ook echt zo of niet? Nee, ik kan niet liegen. Er is altijd angst, maar dat moet je gewoon wegdenken, toch? En dan is er uiteindelijk geen angst meer. En dan moet je gaan. Hou hem rustig, hier heb je helm. En sterkte. Ja.
wachten op het groene licht. Nu mag gaan. Bist du bereit? Go! Ongekend. Wauw. Prachtig. Kijk. Allemaal die skis omhoog. Oh. Ja, echt. Ja. Ik ben uit het veld geslagen. Zeg, wat een geweldige sprong. 23 meter. Master. Nou, dan kunnen we straks nog wel een wijntje drinken, vind je niet? Sowieso. En een sigaretje roken. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik zeker. Oké, we gaan even naar Patty. Ja, ik ben helemaal inderdaad uit het veld geslagen. Ik heb je al een beetje zien trainen. En toen zei je ook tegen me, als je niks durft, maak je ook niks mee. En dan is het hele leven gewoon heel erg saai. Nou, met jou wordt het niet saai. Nee, dat vind het echt gewoon, wat een keizer. Er is niks boven keizer. Nee. Maar dat ben jij echt de top. Echt geweldig. Mark. Ja, keizer, You like snow now, huh? A little bit. Yeah, I like snow. Yeah, nice. So after you started a few weeks ago, first snow contact, and right now what you're doing on the hill, it's very nice. The in-run position is nice. There is a takeoff, visible takeoff. The flight, the arms are beside of the body. It's stable. Everything is there for me. You're the king of the hill today. Yeah. Thank really you. Good. Hartstikke mooi. We gaan over naar de punten. Ik hing op twee gedachten. Nou, dat is beter dan op één been. Precies. Ik geef een 9. Wauw. Patty. Nou, ik ben helemaal klaar met je Calimero. Ik geef je gewoon de eerste 10. Ja, helemaal goed. Calimero ook. Het wordt een heel bijzonder programma. Uit de eigen komen. En Mark. Ja, een 9. Een 9. Oh. Nou. En we kijken naar het totaal scorebord. Dat betekent 51 punten voor onze keizer. Go, 9. Keizer. En dat brengt hem jou op plek 2.